Meneer Amman, Japan begint verantwoord toe. U bent voorzitter van de federatie van paraplantages. Om mijn plantages te verenigen in een federatie DC? In een federatie DC, alle dingen per nasi zijn de para de verbonden in een federatie DC. Ja. En uit het hoofd met een mantak en zo. Ja. Maar Wanschatting. Ik denk Aladdin per nasi. Dus Aladdin per nasi, je sabi, yeah. De verbonden naar een federatie. En dan is het doel, een federatie die richt op? Een federatie die zich richt op voor versterk een rechtspositie voor de para per nasi. Ja. Yeah. Omdat die de para per nasi, hoe dat Aladdin para per nasi naar boedel. Ja. Yeah. En A boedel, meneer Uno, we hebben een probleem. Want Uno heeft een probleem met een boedel voor Uno. Ja, ja. Maar trouwens, dat boedel problematiek, maar Uno heeft zelf een probleem. Dus maar voor ontwikkeling kan komen, voor rechtszekerheden kan komen, dat IAB een entiteit van Oudo. IAB een rechtspersoonlijkheid van Oudo. Ja. En een federatie. Is zorg goed dat hij alle de natie kan kiezen. En een federatie die door een erkenning voor Gralanti, dan automatisch vloeien door naar de traparapanatie toe. En lukt het wel om die rechtspositie van deze plantages te verstevigen? Nou, eigenlijk, want voor ons maar, like Fauci, ja. We tekenen een MOU. Tradi, ja. Nanga Hakrimbank. Je loont hem sima, Maar kort op een punt dat ja, toch. Nee, maar dat me was sorry dat die Lanti erkennen nu die regering die is dan VP zijn kaart nu alamala us don taki en daardoor alle dingen aan rechtspositie ik kon en Winsi. En dat is helemaal volledig dat papier. Maar het is alle kese de probleem de via ADC, alles aan moest komen naar UNO. En via UNO, een federatie. Dus eigenlijk, ik kan taki, UNO na een step tussen Lanti en de parapanasi. Ja, net ik geef aan dat je bepaalde smaak dat je aboedelsan nou een probleem, aboedelsan houden ontwikkeling tegen. Vervallen is dat aan dat die nou een probleem en hoe we ontwikkelen tegen of het ook nou hoe kan ook een model gewoon aan een probleem uno nee ze leek een probleem wat lukt om een jaar de biggest mafuno de Biden panasi ja en de Biden panasi nou een bedoeling voor liefde de backup chief de na baka ja dat ino kan uno kan taki dat die desma liep een probleem jo na baka helemaal want desma uroko de sweaty burudu fadon sweaty fadon voor een backup chinka abembo, voor ka apuan tampe, dan ono manche le kwam probleem. En na a rexpositie voor hier en daar, dat die ikan taki e hoort tegen voor bepaalde ontwikkeling. Maar a verander e kong, sinds a federatie bij de eurokotap apistati. Dus a verandering ook kon helemaal. Ja, net ik ben aangekomen dat we de verworvenheden voor a federatie, ondertekening voor een MOU. Maar ik kan karwan toetra belangrijk zijn in zijn bereik. Zijn bereik ik ba, na leksam tak zo net, via VP, u kiesi a erkenning. Ja. Am VP ontvangen nu ook is erkenning. PVP ge alle den parapanasi sambe de aanwezig. Am moment dat die tegen den dat federatie na a doorgeef leuk komt unu. Het probleem de om go na federatie en via federatie ik kon na a regering. De federatie normaal losse op dan voor zo kon na a regering. Ja. En va structuur de want alle plantages abding besturen hè. En dan nu aba federatie. Die wil je uitleg van a structuur waka. Oké. Okay. A federatie neemt moe inhoudelijk sa ipsa in wan pernasi. Ja. Yeah.
a federatie ka adviseer. A federatie nono u beki wan plan be de olangakba en dat u werk uit en u de bezig na ngadu fu is wan plan fu professor Waldijk beskrive ooit fa u kan tiri den pernasi. Ja? Na nga a plan dat we woroko. Yeah. En a strukturu de so dati unu esitu en unu esitu dat alasani e wakabung bena a organisatie struktuur sa a pernasi sref abi. Ja, wan nunga le wam chin jugu jugu de na overtoon ala no a jugu jugu de sot bijdrage a federatie e lever fu tjara san kontap rus. Mo horen tap a one piece disi no mo benokort u ap wan taki na nga deng. Ala den sma fu aparna sedati fu charos kombaka ya yeah. Okay da wo gonna MOU tori na wa moy bigi momenti want an dora ondertekening fu MOU dat mi lesi dat Hagren Bank e bita mogelijkheid gi den plantages fu kan len money more makkelijk fu kan chara ontwikkeling kong fasanga to waka suma mag len money want umu sorgu tak te abostur len na money. Voor zet bijvoorbeeld honoribo kong, een katra plantage neng, dat amoni sa honoribo leni volgens a bestuur voor honoribo, dat amoni daadwerkelijk gebruik in a plantage voor jara ontwikkeling. En zo gaat amoni kan pay baka wan soms, ik alleen mongi dan de man loesguang amoni dan na zo weer de. Fasangat e waka precies. Oké, okay. Kom begin zo. Ja. Asan begin nga a COVID. Yeah. Di COVID naki walof den or tapo. En moni no be koin say mar desma be ab den costa elondoro. Yeah. Ya to? En dan so ataki begin sama nga den a organisasi fu den touristiso order nga ministeri fu CTC, TCT. Ya TCT ya. Dan komit Hagren Bank fu kan luku fa u kan gide or wang yepi. Yeah. En adesso dat die de orde san dit ab den para per nasi te ilen moni ino manji onderpand omdat asa nou an boedel. Boedel, klop. Dus dan wang model denki van kou luku faf de yep de man en Hagren Bank be de wang de bangi dit ak ay uwa yepi. Yeah. Ya toch? Dus moni ikataki you sayu abi yu besetenga sayu abi ode wan sot fasi leki yu decking. Yeah. En te so wan ord ab de wel wan erkend ord. Yeah. Wan ord sang de commissariat of ode overheid instelling gi wan goedkeuren dat yu na wan ord. Yeah. En ide aangesloten na a organisatie voor de orde. Yeah. Da yu malen so wan money. Okay. En dan de orde zijn de tap den paraparnasi. Dat pe a federatie hoort toezicht. Ja. Yeah. Dat amoni dat kampai terug. Okay. Omdat die via a federatie gomiti a parnasi. Ja. Yeah. If you no pay amoni baka, da wo sorgo dat die you toestemming sa you kisif draya ord o trekken in. Da o gona wan trasma. Dus, zodat amoni kampai baka. Dus kotak bijvoorbeeld meneer Hiwat. Kies toestemming voor honoribo voor zetten een oord naar een boedelgrond. Ja. Maar een pies kootak 1 hectare zou hier wat kiezen. Dat ik kon door een soort overeenkomst op hier wat neem. Dan een oord voor hier wat ik ga alleen aan money naar Hagren Bank. Ja. En de federatie in op Nekborg. Unen na plek borg. Of garant. Nee, unen na plek borg, unen na plek garant. Oké. Okay. Unen want toezichthouder. Toezichthouder. En we committeer unu, dat we committeer u dat die we yepi Hagren Bank, dat if meneer Hiwat no pay amoni baka, dat a sanctie zou zijn bank kan pleeg dat die meneer Hiwat, we take een toestemming. Dat unu edraya san, fu pay amon godoro. Nee, unu edrayen, dat we zorgen dat wan trasma kan kise a or fu drayen godoro. En zo een paar mango doro. Ja, oké, okay, maar hebben jullie dit goed doorgecommuniceerd met de leden van de federatie? En alleen maar zij draaien de orde binnen de plantages? Ataki, als Andy zie,
fu a MOU na sens verleden jaar ook bijeng. Na omen taki u taki ala de orde ala mala bede na taki disi. Tanga commissariat parasref bede betrokken na taki disi. Ja. Dus het is heel goed gecommuniceerd. Dus eigenlijk, het is niet vanzelfsprekend taki ala mang okiswa linie, want wo gi adviso tu na hakren bank tak aman disi. Nee. If amano de aangesloten. Ja. Amano man go na hakerbank. Ja. Ja toch, want hakerbank ab a lijst voor alle de orde. Ja. Zijn de aangesloten na via Shata of de organisatie. Zijn ego over de para-orde. Ja. En natuurlijk hakerbank o met contact ook toe ook naar een federatie. En je moest abi a toestemmingsverklaring. Of een verklaring van geen bezwaar voor appernatie-PO aba-oord. Ja, dus de federatie gaat sowieso eerst toestemming moeten verlenen voordat zo'n oordhouder in aanmerking komt voor een lening. Klopt. Mooi theorie. Zang asang is een betekent via ontwikkeling voeding appernatie? Nou, ik ga je een pilot. Ja. Want nou een big stap. Ja. Ja toch? Omdat hij binnen de parapernatie bijna nooit hier bij me alleen wat money. Ja, taboedelgrong. Taboedelgrong. Ja toch? En toch hier alleen wat money. Dus in alleen een tap agrong, agrono de onderpand, maar toch hier alleen wat money. Ja. En nou een pilot. Mm-hmm. If at this wakaboom, uka abragona agrarische sector. Ja, ja. Dat na a plan. En uno e denki go moro faras refi. If dat schrijf wat kaboom, dan smaad de lantiman of de wurokosma, kan len wat money to voetbouw de osso. Ja, want ben je de plantage, je hebt smaasei tang in de plantages. Dus, ja toch? Dus alle dem probleem dat hij los op in één keer. Ja. Dus te appijlen dus wat kaboom, dan maak je onnulijk van a federatie van parapernatie, om me koe trangen dat a wat kaboom, omdat uwan agodoro. Ja. Mooi tori. Idee zo vrij moeder voor geef aan om mijn money zo aan oorthouder kan lenen? Atori dat ik me wel liever even die bank. Oké. Want at pistori dat ik definitief una abenta papiera. Ja. En vanaf wanneer kan de eerste lening verstrekt worden? De leningen, die aanvragen lopen al. Oké. Okay. Dus, in een moment bang is kans en karo dat hij akkeur goed. Ja, dus de oorthouders melden aan de federatie, die kan ook gelijk naar bangi. De oorthouders, no, zijn sowieso, like van Takikba, zijn de in a orga, kan gaan naar bangi. Oh, oké. En dan bangi was in kar, meneer Omen. Dan we check eventjes. No, op den papieren. Oké. Okay. Maar je schrijft tekenen op zo'n akte? Den parapernatie, apernatie, a orde, apernatie dat die ook teken is. Oh, abestuur. Abestuur. Ja. Voor apernatie pa orde. Ja. Want je hebt oort ook toe in parasano de tap. Pernas grong. Ja, zang het op eigendom grong. Precies. En dat de oort dat die even dan buiten a competentie voor a federatie. Oké. Okay. Meneer Amman, de informatie was duidelijk en me versteer u naar een mailpaal die zie en ik ben ervan overtuigd dat Asani Sawakabong une hoopu. We zijn overtuigd dat die Asawakabong wat nou een mooie ontwikkeling die para. Want ik weet dat die olangakba aboedel tori behoru na baka en nou een kiesma okasie. Ja toch. Maar mino sane omen if mi konja da mino ta kwa san fu honorable mi per nasre abu chago pa lek fo sabi mas pasi de konde ya dan honorable wo memre u bay dey ya and wo abu an keti koti firing. Okay. To swe kar ala famir man fu sranang ala man fu kong a dey dati fanaf ti uru manteng. En we organ wan fosten cookout. Yes. En a fosten cookout dat want taki yo abif bor tap udufaya of tap krofaya en fosten yang.
pinda supu de sot sanda di ya tok a moksa leisi karkong e vwans masa sa bek pontap udufaya a mag making en prese de. Ok, en otenga bay de ide a wo memre abay de tap mas pasi de konde dat na 1 juli dat na 1 juli en tere honoribo sot klinkende ning moto uit honoribo me mino amisi yeah. Mo mek muiti wan de nen furu yeah. Mar kota kenso den klinkende ning fu honoribo om dat furu mang emek wan wa onderscheid de dat te go baka in haar geschiedenis, dan die ding de slavenmeester gue, dat ze den doen, dat de slaven zijn bij de dappe, dat de man die den ding voor foto's aan de naar Holland. Ja. Omen, Amelo, Reizen, Akrum, ja. Kotak Brille, ja. Biervliet, ja, dat ja. Na de klinkende neng voor honoribo. Moro, de kan me vergeet wang of twee jaar, maar me begin de familie, uno keer me papi stoor. Abong, dan u abtje geschiedenis ook toe voor honoribo. Nogmaals gefeliciteerd en mas passie day dan vanaf 10 euro. Per happening all day, want centraal punt moest dit toch? Honoribo schrijfie, de vesting in Apernasi. Oké. Okay. En alle familie man fustranang ook te veel plantages kan gona honoribo want wang foste kukouto de wakananga ala you have en hawa de mam chale egi patu gona de mam kanga de patu sorgo dat de a presif dem bori dat we sorgo man des mam kon wan asana wa wedstrijd yeah. En im gi you an fu do me na a kukou disi en ikang do dat door fu bel of app tap a numero ja fu per nasi na 892-1616 of ik kan zijn een mail gaan naar info@honoribo.com.